En ik ben met de was goed bezig op te vouwen. Ja, hier de tas vol. En dan ben ik dus al druk bezig te vouwen. En ja, dat moet ook geschieden, hè. Dat moet ook gedaan worden. En ik ga daar nou mee aan de gang. Ik ga dat even zien te maken. En dan zien we wel weer wat ik krijg. Jullie het al zien? Ja. Goedemiddag, ja ja. Het is vandaag alweer maandag en we leven op 30 maart. En het is 13:46 en rond 2:30 komt Rebecca weer. Dus ja, ik ga eventjes zo meteen met Rijke even wandelen. En ik denk dat Kandel ook wel mee zal lopen, want die zit ook steeds te zeuren van ik wil eruit. Hé Kandel? Nou, dan niet. Ja, hij zit zich nauw te wassen. Dat moet ook kunnen. Maar ja, ik ga dus eventjes een blokje om met haar. En dan ben ik op tijd thuis. En de televisiegeluid wil weer eens niet, dus dan moet ik ook weer mee aan de gang. Dus ik zit even alles gewoon stekkerloos. Ja, en dan opnieuw de stekkers er weer in. Dat wil wel eens helpen namelijk, ja. Het is alweer verjaard, dat spul. Oké, ik heb wel een plat scherm, maar het is toch verjaard. Maar ik heb geen centjes voor nieuw. Nee. Dus ik moet het er maar mee doen. Ik kan er ook niks aan doen. Nee. Horen jullie hem? Wat moet je? Oh, wou je eruit? Nou, zo meteen. Ja. Nou, oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie doen gaan, zo in en om het huis. Ja, veel verder kan je niet dan enkel wanneer je een diertje hebt, mag je verder weg en de winkels en boodschapjes doen. Ja, hier is heel raar gek weer, het is bewolkt. Je zou denken, het zonnetje wilde doorheen komen, maar aan de andere kant ook weer niet. Het is van het skieren, ja, het is scherp de lucht ook. Ja, ik moet wel mijn zonnebril op. Maar ja, oké, dat komt straks wel. En ik zou zeggen, tot straks maar weer. Kiedoekie boe. Ja, lieve vrienden, het is alweer reeds 2:03. Rebecca die is boven bezig. En ik ben met de was goed bezig op te vouwen. Ja, hier de tas vol. En dan ben ik dus al druk bezig te vouwen. En ja, dat moet ook geschieden, hè. Dat moet ook gedaan worden. En Rijka, ja, die springt net weer op de vensterbank. En Iwe, die ligt daar. En Kandalf is buiten. Er kwam geen geluid uit de Iwe in. Nee, er komt geen geluid uit. Je miauwt en er komt geen geluid uit. Hé, hey, wat voor dikkie. Maar ja, oké, het zonnetje die schijnt. Maar het is nog steeds wel bewolkt. Ja. Dus het blijft vreemd weer vandaag. Maar ik kan de pret niet drukken. Nee. Ik ga verder met dat op te vouwen. En ik denk dat ik vanmiddag dat ook even ga maken. En dan ga ik eventjes leuke dingen opzoeken wat ik misschien kan maken. En dat doen we natuurlijk op internet. Want ja. Met slecht weer moet je toch ook wat te doen hebben? Ja, toch? Ja, vind ik wel. Maar dat komt allemaal goed. En ik laat jullie meegenieten. Het was goed vouwen, nou ja, dat kennen jullie zelf ook. Hoeven jullie van mij niet te zien. Iedereen doet het toch anders dan een ander. Iedereen vouwt zodanig het spul op dat het bij hun in de kasten kan. Nou, en ik heb enkel daar kastjes. En dat zijn eigenlijk apotheekbladen. Open. Ja, en dan kan die ook weer open en die kan ook weer open. Ja. Dus, nou, en dat is met dit net zo. Ik heb de handdoeken daar altijd aan hangen, omdat ik niet iets heb waar ik het kan doen. En het moet er plakbij. Maar dat is ook al aan. Nou, en dan gaat dan mijn wasgoed in, zoals jullie dat zien. Nou, mijn doekjes zijn op deze twee na.
Dus het wordt tijd dat er weer komt. Nou, Hero legt mijn placemats in. Schuursponsjes. Kersttafelzeil. Schuursponsje om me met de hand af te wassen. Mijn vuilniszakken. Maar ook komen de dweilen eronder te leggen. Ja, dus komt helemaal goed. Helemaal goed. En arme Rijka heeft een beetje overgegeven. Het was weliswaar gal, maar toch, je moet er wel weer achteraan om het op te ruimen. En ze had 3 keer gedaan. Ja, en nou legt ze voor pampers op de bank. Ze heeft ook wat droge brokken gegeven. Nou ja, prima. Dat is beter dan vlees. Dus daar ben ik blij mee. En ik moet nog van de week wel even vlees halen. Want ik heb nog het laatste blikje ben ik mee bezig. Nou ja, dan krijg je vanavond. Dan is dat maagje wel weer op orde. En dan moet ik morgen maar even zien om boodschappen. Ja, toch? Maar dat komt allemaal goed. Ja. En ik hoop bij jullie ook dat alles goed gaat. En geen zieken. Nee, dat moet je niet willen. Niet ziek worden. Gewoon lol hebben, pret hebben en lachen en doen en zingen. Gewoon lol maken. Ja, doe ik ook onder terwijl ik aan het werk ben. En, ja, ik luister televisie en desnoods zing ik er nog een liedje erbij. Het is maar net wat voor gekke bui ik heb. Ja. Hé, Ewin? Ewin? Geen gehoor. Nou, dan niet. Oh, ze gaat er eigen wassen. Ja, ook goed. Nou, oké, vrienden. Ik zou zeggen tot straks maar weer. Doei, doei. Kiekeboe. Ja, hallo lieve vrienden. Ja, ik zit wat hoger dan normaal. Omdat ik ben met de vastgoedvouwen klaar. Dat is al opgeruimd. En ik ga daar nou mee aan de gang. Ik ga dat even zien te maken. En dan zien we wel weer wat ik krijg. Jullie het wel zien? Ja. Het moet weer gemaakt worden. Hij moet nog in de stopcontact. Dat moet hij wel willen. En zo. En dan zullen we eventjes zien hoe we dat voor elkaar fixen. Want ja, hij was al een keer kapot. En toen heb ik hem ook al gemaakt. Maar hij is weer kapot gegaan. Nou ja, niks aan doen. En het regent nou. Ja, het regent. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, ja. Ja. De boel is nat. Maar wat doe je eraan? 2 keer niks. Noppenjendo. Nee. Dat, maar het komt ook wel goed. Rebecca is dus natuurlijk alweer weg. Ja. En Rijka ligt lekker op de bank. En ja, ik had gehoopt dat het droog zou blijven. Want dan had ik even naar de schuur gekund. Om daar te kijken, want ik heb daar een heleboel spullen liggen. Ik heb schors leggen, ik heb dit leggen, ik heb dat leggen, zus, zo, stokken. Maar oké, okay, we zien het wel dezelfde beleven. Misschien dat het straks ook wel weer droog is. Dan ga ik even kijken. Dan veeg ik het buiten even af met een boender. En dan gaan we daar ook proberen wat van te maken. Een paar stukken. Ik heb genoeg paarstroep in huis. Eitjes, dingetjes, datjes. En ik wil geen paarstakken dit keer. Nee, geen zin in. Paastakken. Ik weet ook niet waar ik dat neer moet zetten met Rijka. Dus doen we het op een andere manier. Ja toch? Ook gezellig. Ja, ik ben enkel het kwijt waar ik dat gelaten heb. Jongens mag het weten. Want het hangt iedere keer aan die lamp. En het is nou pleitiosjootje. Ja. Ik kan niet weten waar ik dat gelaten heb. Het zit niet bij de paastroom, want ik was het vergeten. Dus ik heb het later opgeruimd en waar ik het gedaan heb. Nog pijn. Maar oké, okay, maakt niet uit. Ik ga aan de gang. Ik heb lekker een bak koffie erbij. Dat staat hier. En ik ga daar even mee aan de gang. Ik zeg het tot straks maar weer. Kiekeboe. Ja, lieve vrienden. Ik heb hem klaar. Ja, en nou, ik denk dat het antwoord komt wel. Want ik moet ook nog weer renderen. Dus ik heb nog eigenlijk heel veel te doen. En het loopt ook alweer tegen 5 uur aan. Dus ja. Eerlijk gezegd moet ik ook met Rijka lopen, weet je. Dus ja, laat dat maar weer achterwege. Er komen meerdere dagen aan dat ik knutselen. Ja toch? Maar ik heb hem nou klaar deze.
En ik zal hem jullie tonen. Ik heb de afwas natuurlijk ook wel weer teruggezet. Dus ja, dat zie je dan ook weer. Maar het maakt niet uit. Het gaat om dit. Dit leuke dingetje. Ja. Is toch leuk? Of niet dan? Ik had er eigenlijk hier nog een takje willen doen. Met roosjes erop. Ik denk, nou laat maar. Want ik heb geen takjes. Zo'n klein takje, maar dan een beetje groter. Maar ja, dat heb ik nou niet. Maar ja, ik vind hem zo ook wel leuk. Simpel en toch leuk. Ja, toch. Dus die gaat lekker op tafel. Ik zal hem even kijken of ik hem kan verschuiven. Ik zit er weer eentje water te drinken. Op zijn aparte manier. Malbeest. Nee, ik zet hem hier alweer neer. Daar stond hij vorig jaar ook. Ja. Nou, staat alweer netjes. Ja, vind ik van wel. Rijk en ligt lekker nog weer op de bank. Dat is de rop en de raf en de rop en de raf. En dan weer even doezelen en slapen. En dan springt ze weer voor het raam. Nou, je moet kunnen. Jij, hè? Ons meisje. Groot meisje. Ja. Ze is lief. En die is gek. Maar dan moet er gewoon water in, zie je niet. Hè? Dat zullen we ook even voor ze doen. Dan hebben die weer schoon water en dan kunnen ze er weer van genieten. Ik zou zeggen, tot straks. Doei doei, koekoek.